daar, welkom bij weer een nieuw deel van de Sims 4 Survival Challenge. En het allereerste wat we gaan doen is ontslag nemen. Want hij was schilder en hij heeft een baan en dat kan natuurlijk niet. Dan mag je je yoghurt verder opeten. Wat we wel kunnen doen is een schildersezel gaan kopen, zodat hij schilderijen gaat maken en verkopen. Dat zou wel kunnen. De douche is kapot. En die even gebruiken. Ik bedoel, we hebben genoeg geld voor een schildersezel. Dus dat zou kunnen. Oké, de douche is kapot, dus die moet even gemaakt worden. Repareren. Hey, Floatus. You are awake. En dan gaan we even ontsteken. Yep. En dan gaan we hot dogs roosteren. Goed zo, Kees. Onderdelen verzamelen. En weggooien. Maar goed, aan de andere kant. Misschien is het ook wel vals spelen als ik, als ik hem schilderijen laat maken. Oh, je moet je echt ook even douchen zelfs. Ja, met lekker hotdogjes aan het eten. Het is natuurlijk wel het leukste als ze het echt gaan kunnen van het vissen en het verzamelen van spullen. Wat vinden jullie? Wat moet ik doen? Hem laten schilderen? Of het echt gaan doen van alleen de dingen die we kunnen verzamelen. Zoals het vissen, de planten, dat soort dingetjes. Let me know. Ik mag natuurlijk ook niet van deze kavel af, hè? Dat is het ook nog zo'n beetje. Oké. Er moet in de tuin gewerkt worden, dus hij gaat even spuiten tegen alle beestjes. En jij gaat even wat opruimen. En alles oogsten eerst en dan water geven en zo. Oh, was dat al klaar? Was dat het oogsten? Deze kunnen we ontwikkelen. Is ook wel chill. Kijk, er staat echt al een koetje. Ik vind hem echt schattig. Jee, de leliebloem is verhoogd. Oh, Arnak, Sivrum Vies. Even met z'n tweeën gezellig kletsen. En dan ga jij gaan vissen. Wie weet wat voor leuks je allemaal tegenkomt. En jij gaat in elk geval oogsten en graven. En oh, de wachtrij is al vol. Whoops. Nu kan het wel sneller met z'n tweeën. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat we ook een beetje, ja, kalksteen. Want ja, weet je, uiteindelijk is het misschien wel leuk als ze dan haar eigen winkeltje of zo kan beginnen. Weet je wel, haar eigen groentewinkel. Oh ja, die moeten we oogsten. Die kunnen we oogsten. Die kunnen we oogsten. Die kunnen we oogsten. Wow, we kunnen wel heel veel oogsten hoor. Dat is wel fijn. En die kunnen we oogsten. Die kunnen we oogsten. Graven en oogsten. Alle kleine beetjes helpen. En volgens mij zijn al een aantal van jullie ook echt bezig met deze challenge. Ik ben heel benieuwd hoe het bij jullie gaat. Laat het ook even weten in de beschrijving. Of in de beschrijving, in de reacties.
Ik ben nog niet helemaal wakker volgens mij. Even kijken. Oh, ze staan erg met veel te fietsen. Dat is leuk. Oh, jij bent even een spelletje aan het spelen. Dat mag. We gaan even terug naar onze eigen kavel. Of eigen kavel, daar zijn we nog, maar. We kunnen hier ook weer wat van planten. Of van oogsten. Kees is lekker aan het doorvissen. Jammer dat je onder het vissen niet met elkaar kunt praten. Dat vind ik echt jammer. Oh. Oh, who's calling? Oh ja hoor, kom maar langs, gezellig. Even die WC gebruiken. Heerlijk, ze zijn aan het plassen en aan het drinken tegelijk. Waarom ook niet? Oh, goed zo, Kees. Ja, je mag ook wel even douchen. Gaan wij even in je inventaris kijken. Want wat hebben we er allemaal in zitten? Oh, kijk, daar is onze vriendin. Even over pinguïns kletsen. Nou, jij mag ook wel stoppen met vissen nu hoor. Die moet je even weggooien. Die ga je niet voor de wc zetten. Dat is een beetje raar. Oké. Waar waren we hiermee bezig? We hebben hier 10 appels. Dus dat is toch weer 30 simoleons. We hebben 20 uien. 26 van die bloemen. De My Sim trofee. Wat is dit? Verkrijgbarium. Het is geld. Een leeuwenbekkie. 8. Oh, kijk eens. 100. Peertjes. Oh, die verbeteringsdingen die kunnen we beter houden. Aardbeien. En wassielikken. Weet je wat we gaan kopen? Een barbecue. Dan kan ze ook vlees en zo maken. We gaan een barbecue kopen. Ik vind dat dat wel mag, dat ze dat verdiend heeft. We doen die. En maar hopen dat er niks in de fik vliegt als ze ermee gaat koken. Kijk, maar dan kunnen we ook kruidenmengsels brouwen. Dat is wel leuk. We gaan ontwijken roerbak maken. Kost wel geld. Of course. Nou, voor een keertje mag het wel. Aan tafel. Kom, we gaan eten. Wel handig dat ze daar ook op kan zitten. En eigenlijk wil ik wel dat ze een kindje gaan krijgen. Maar aan de andere kant is dat ook wel zo weer lastig. Want ja, dan moeten we ook echt weer al die spullen kopen en zo. Ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Ik kan het niet in de coolbox. Dat is jammer. Dat niet in de coolbox kan, dat vind ik jammer. Oké. Jij wil graag slapen. En. Oh, doei! Ik ga even die gebruiken en douchen. Het is wel jammer, want we maken dit eten en dan kun je het niet in de koelbox stoppen. Dat vind ik wel jammer. En lekker slapen. Zijn ze morgen wel weer vroeg wakker, maar ach, dat geeft niks. Ja, jammer dat je dit niet... Waarom kan dat niet? Nou ja, dan moeten we maar hopen dat het er niet... Hoe lang dacht dat het bederft? Of 6 uur, ja, dat redden we niet meer. Jammer. Beetje jammer. Ik denk een barbecue. Goed idee. Helaas, toch niet. Oké, maakt niet uit. Dit vind ik altijd het saaiste gedeelte. Dat je moet wachten en mijn... Dit is een bug. Hij doet het niet goed. Kijk. Hij loopt nu als gewoon en hij gaat wel ietsje sneller, maar...
Lang niet zo snel als wat hij hoort te doen, volgens mij. Oh, we hebben echt al best wel hoog niveau. Tuinier is al echt op 6, vis is al op 8. Wat heb jij eigenlijk gehaald op vissen vandaag? 2 al. Oh, dat is best goed. Nog heel even en dan zijn ze weer wakker. Kunnen ze dit dan nog eten? Nee, helaas. Dat gaat hem niet worden. Dat is jammer. Oké. Het is weer dag. Zij gaat ontsteken. En... vegetarische worstjes. Hij is nog steeds aan het pitten, die jongen. Dat duurt lang. Koopniveau 6. Jee. Ik bedenk me net. Schilderijen is wel echt veel... Het levert wel sneller geld op, zeg maar. Hé, ga je die weggooien? En dan ga je die lekker eten. Wat is er met jou? Oh ja, het stonk een beetje, hè? Snappy growl. Dirty slew. Hé, je bent aan het koken. En dan ga je ook nog kletsen tegelijk. Dat is beter. Nee, dat kan niet, want ik heb ontslag genomen. Schijnbaar dus toch niet. Ja. Hij is geen schilder meer. Hey, je was. Oh, hij is uitgegaan. Dat was het. Even een blokje erbij op. Roosteren. Een vegetarisch worstje, want jij wil eten. En joh, ja, die moest ook echt schoongemaakt worden. En dan gaan wij alvast in de tuin aan het werken. Oeh, het is nog niet een grote koeienplant geworden. Alles oogsten, dat is ten eerste even. Lekker aan het eten. En dan ga jij zo weer beestjes spuiten. Nobody. Oh, mooi was. Ze zijn wel echt heel lief samen. Hij moet even plassen. Ga jij even de zooi hier opruimen. En je hebt alles al geoogst, dus dan gaan we die oogsten. En die oogsten. Deze gaan we even oogsten. Oh, de post is vandaag bezorgd. Er liggen rekeningen in de brievenbus. Ontwikkelen. Tegen beestjes spuiten. Tegen beestjes spuiten. Tegen beestjes spuiten. En dan ga jij water geven. Jee, de perenboom is verhoogd. Geweldig is die. Zie ze gaan dan. Oké. Even wieden hebben ze ook wel nodig. Jee, niveau 3. Ook even wieden. Als je gewoon samen gaat wieden, ben je ook sneller klaar. Kees, je moet deze nog even water geven. En dan mag je douchen. Oh, jij gaat weer dat weekblad lezen zeker. Maar je moet eerst even hier alles graven en oogsten. Best wel veel wat hier is eigenlijk. Yes, dat is in elk geval iets. Oh, die kunnen we niet oogsten. Die wel. En waar is Kees? Stormoogst. Oogst 50 wilde planten in de Simsfeer. Jee, die hebben we gewoon gehaald. Nice. Oké, jij gaat weer vissen.
Nu ga je hier vissen. Even een beetje verandering. Misschien bijten ze daar wel beter. Oogsten. En let's go back. Even kijken. Wat hebben we in onze inventaris? Openmaken. Oké. Appeltjes. Oh, appels verdienen goed. 60. 32 lelies. Oh nee, die wil ik houden. Leeuwbekkies. ...75 voor die My Sim trofee. Damn nice. We moeten de post halen en de rekening betalen. Yes, niveau 3. Jee, we hebben een keukenverbetering. Wat is dat? Een orchidee. Oh, een orchidee! Als we die gaan planten... ...we doen gewoon allebei... Planten. Dan krijgen we gewoon, daar verdienen we vet veel aan. Hij is 8 euro per ding. Oh, Kees heeft een dikke vis gevangen. Damn. Nice. Oké, kijk eens hoeveel visjes. Hier. Lots of lots. Niet alle visjes zijn evenveel geld waard. Maar dat geeft niet. Oei, kijk. Oepa, dat ging echt nice. Dat was echt een dikke. Ik klink trouwens misschien een beetje verkouden, maar dat komt. Ik geef zwemles in een buitenbad en dat is zo koud. Dat ik ben een beetje verkleumd de vorige keer. Hij mag wel stoppen met vissen. En ontsteken. Deze vis is echt 118 euro. Bang. Hij zal een succesvolle auteur worden. Oh, Kees is bijna jarig. Dan wordt hij een oudere, denk ik. Hij is nu volwassen. Oh, hij is jong volwassen. Dan wordt hij volwassen. Chill. Een blokje opgooien. En dan gezellig samen chillen. Oh, ze zijn echt leuk samen. Ja, die rommel is niks. En jij kan nog wel even joggen. Kan je een beetje aan sport doen. En jij ook even joggen. Hier, daar gaan ze. Achter elkaar aan. Ik vind dat zo grappig. Oh nee, nu gaan ze niet meer achter elkaar aan. Oh. Lotus is alweer klaar met joggen. Is ons ding nog aan? Is hij nog aan? Ja. Even nog een blok opgooien. En dan gaan we roosteren. Vegetarische worstjes. Goh. Oh, hij is ook al klaar. En hij gaat ook hotdogs eten. Kijk, ze samen zitten. Echt leuk. Lekker. Weevil, Pepsi. Permacelli. Chilo, Panini. Ze genoeg gehad? Ja. Weggooien. En dan gaan we de douche. Oh, dan gaan we de douche verbeteren. En ze moet even plassen. Oh, hij zingt heel vals. En een verbetering. Oh, jij moet ook even plassen. Zo.
Ja, en dan ga je lekker slapen, want je bent al best wel moe. En als jij klaar bent, mag je ook lekker slapen. Oh, dat duurt nog wel even, zie ik. Ja, bijna niveau omhoog. Ja, ja, ja. Yes. En hiermee ga ik het filmpje alweer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. En heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei doei!